Weet je nog die tijd van vroeger? Misschien was het toen verder, want alles leek veel kleiner dan nou. Het is moeilijk uit te leggen. Ja, wie wat bewaard heeft wat? Ja, zeker. We hebben vandaag de opening hier. Het is geweldig. Niks weggooien, zou ik zeggen. In Riel, in de oude melkfabriek. Daar is het allemaal te doen. Nou, we gaan eens praten met mensen die het hier allemaal georganiseerd hebben. Want het is toch prachtig als je hier ziet wat er allemaal bewaard is. Ja, de stichting Wie Wat Bewaard Heeft Wat exporteert het erfgoeddepot. En erfgoeddepot is de naam van de locatie hier in Riel. En dat erfgoeddepot, dat betekent dat we allemaal kunnen komen kijken op afspraak naar al die oude verzamelingen die jullie hier zo prachtig tentoongesteld hebben. En jullie, dat is Heinz, Evelien en Rien. Ja, dat klopt. Iedereen kan komen kijken. Het is voor groepen op afspraak geopend. En tijdens bijvoorbeeld paasweekend, museum. Weekend, Koninginnedag, zijn wij hier voor individuele bezoekers geopend. Okay. Het is een prachtige locatie, maar hij is al te klein. Nou, niet te klein. We hebben ook nog een magazijn waar we wat kwijt kunnen. Maar het is de bedoeling dat hier wisselexposities worden gehouden. En dat de spullen die hier staan regelmatig veranderd worden. Er komt wat bij, er gaat wat af. We verkopen hier niks. Het is allemaal als depot, als museumstuk. En het is de bedoeling dat mensen hier verhalen van vroeger komen halen. Dus wist je nog toen van de was of van het huishouden of de feestdagen of iets dergelijks. Dus dat vinden wij belangrijk, de verhalen bij de objecten. De objecten alleen zijn een lege huls. Oh, weet het nog. Hierboven ging de koffie in. Schuifje dicht, malen. Hier zat de koffie in. Het drukt er nog naar. Heerlijk. Ja, nou gaan we naar de directeur. Hè? Wat zit hij hier te doen? Ik ben hier deze typemachine aan het testen, Els. Want die is net gemaakt. En die zetten we dan weer in ons depot. Hè? En dan kunnen de kinderen er weer op werken. Wat het leuke hier van al deze spullen, gemaakt er aankomen. Gemaakt er aankomen. En kindjes mogen gewoon met de handjes kijken, zoals je op zijn Tilburg zegt. Hè? Dus deze ook, hè. Hij is nou weer gemaakt, dus ze kunnen weer mee tekeer gaan. Wij hebben heel veel, maar er missen nog wel wat dingetjes. Dus ik zou altijd aanraden, mensen bel. En we kunnen altijd nog dingen bijgebruiken. Want we hebben ook themakisten maken voor ouderen en voor scholen. En daar moet heel veel in. Nou, een themakist, daar zit dus, het woord zegt het al, van een bepaald thema zitten dus in die kist bepaalde voorwerpen. Maar hoe doet het dan voor kinderen? Met kinderen passen we die voorwerpen aan dat het een beetje tastbaar is. Dus bijvoorbeeld een moderne wasborstel en een oude wasborstel. En dan proberen we die lijn te leggen. En in die belevingswereld van kinderen is dan die brug heel snel gelegd. Wij gaan met de Bert Passier Foundation gaan we wel muziekinstrumenten sparen. En Wie Wat Bewaard Heeft Wat is een losse stichting. En de stichting Verleden tot Heden, die verzamelt de verhalen. En die combinatie, dus hier zit onder één dak, Wie Wat Bewaard Heeft Wat en de stichting Verleden tot Heden. En per 1 april, en dat is hot nieuws zelfs, de Bert Passier Foundation als een echte, losse, onafhankelijke stichting. En die gaat muziekinstrumenten verzamelen, muziekstukken. En je hoort het hier op de achtergrond. Dit is er een voorbeeld van, dat mensen dan hier muziek komen spelen. En dat kan allemaal. Dus er is nog voldoende voor de toekomst wat betreft deze alleroudste dingen. Ja, we hoeven ze eigenlijk niet te vervelen en ook de mensen niet. En we hebben telkens wat anders, want we gaan regelmatig de expositie wijzigen. En ik hoop dat er nog heel veel mensen hier met nostalgische gevoelens zullen komen. Dat denk ik ook. En ik ga nu weer even verder met het testen van deze machine. Heinz, Efraïm, jullie hebben het toch maar weer voor elkaar gekregen. Ja, wel, hè, met heel veel sjouwen en heel veel uren maken hebben we toch weer iets leuks op kunnen zetten op een gegeven moment. Hè. Dus de reacties die ik vandaag hoor, die zijn echt zeer positief. Dus
Ik hoop dat iedereen zo ervaart op een gegeven moment. Ja, maar het is ook een prachtige ruimte. Het is een schitterende ruimte. En ja, je ziet het. Het was eigenlijk alleen bedoeld dat het hierboven te doen was. Nou, dat is nog niet de helft van dit. Het is een hele drukte vandaag. En ik hoop dat het nog heel druk zal blijven en ook zal worden in deze oude zuiverfabriek in Riel. Ja, dat klopt. Wij hopen ook dat wij veel belangstelling zullen krijgen en dat we dit concept uit kunnen bouwen. Wij willen ook niet tegen, maar samenwerken met de mensen hier in Riel, in Goorlen, met toerisme, met de heemkundekringen. En wij merken nu al aan de bezoekers van vandaag dat daar heel veel potentie in zit. Wat doet u hier? Wat doe ik hier? Ik heb Rien een aantal jaren geleden leren kennen binnen de ouderenzorg. En met name het reminiscentie, moeilijk woord, maar terug naar het verleden. Zeker herkenbaar voor ouderen. Dus met speciale kisten waar materialen in zitten die voor ouderen zeer herkenbaar zijn. En die vindt u hier? Die vind ik hier. Dus het heeft ook nog een beetje nut voor ouderen die licht dementerend zijn. Om weer terug te grijpen naar dingen uit het verleden. En dan toch wat dingen te herkennen om zo met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Juist dat, het laatste, het in gesprek gaan. Ze herkennen de spullen van vroeger, hè, terug in de tijd, want daar zitten die oudere dementerende, die zit in die fase. En daar beginnen alle verhalen dan over op te laaien, zodra ze die materialen zien en met elkaar erover gaan babbelen. Ik heb er eentje, hier. Kent het? Het oude wasbord, hè? Ja, ja. Ze maken er tegenwoordig muziek op. Zeker. Nou, het is moeilijk uit te leggen. Hoe moet ik dat nou zeggen aan jou? Zo is er nog zo verschrikkelijk veel te zien van al die leuke oude spullen. Als je er een beetje van houdt, dan werd het hartstikke leuk.